ik denk goed. Gelijk de eerste wedstrijd die ik speelde tegen Jong Utrecht, dacht ik gelijk een assist. Dus toen kwam ik gelijk een beetje goed in. Dus dat was fijn. Veel vertrouwen gekregen van de trainer ook. En uiteindelijk betaalt zich dat denk ik wel uit met het spel dat ik speel. Ik ben dan zelf natuurlijk altijd kritisch wat er nou allemaal beter moet. Maar ik denk dat ik op de goede weg ben en dat ik mezelf goed aan het ontwikkelen ben hier. En ja, om uiteindelijk sterker terug te komen. Nou Daan, het is al een tijdje geleden dat we jou voor het laatst gesproken hebben. Augustus, op de laatste dag ben je naar VVV vertrokken. Ja. Hoe heb je de laatste maanden ervaren? Ja, wel goed. Ik denk goed voor mijn ontwikkeling. Als speler, maar ook als persoon. Ik denk dat ik veel aan het leren ben momenteel. En ik denk dat ik een goede stap heb gemaakt om mezelf te laten verhuren. Nu aan VV Venlo. Ja, je hebt jezelf ook laten vuren omdat je meer minuten wilde maken. Je zegt net mijn ontwikkeling. Waar ontwikkel je precies in momenteel? Nou, vooral met de speelminuten die je maakt, denk dat je gewoon op als speler jezelf ontwikkelt en bepaalde details die je beter doet. Natuurlijk ook met inhoud die je nu creëert. En, ja, ik denk als persoon zijnde hoe je in de groep ligt, hoe je jezelf een beetje goed in de groep manifesteert. En, ik denk dat het eigenlijk wel goed is. En, ja, ik voel me goed hier. En, Het gaat dus goed met je. Ja. Maar bijvoorbeeld, je hebt het zelf al over de groep. Hoe ben je binnengekomen? Hoe heeft de groep je bijvoorbeeld opgevangen? Ja, heel goed. Ik ben heel goed opgevangen, heel veel jonge jongens ook. Dus ik trek veel op met een paar gasten die ik echt goed mag. En ja, iedereen zag ik best wel aardig hier. En Venlo is heel gemoedelijk en ik ben echt super goed opgevangen. Is dat ook hoe je Venlo zou omschrijven, gemoedelijk? Ja, ik denk het wel, ja. Nou, je zegt net, ik voel me goed, maar dat is ook te zien aan jou. Je hebt een vliegende start gemaakt van het seizoen met 3 goals en 2 assists. Ja. Hoe kijk je zelf bijvoorbeeld terug op jouw start? Ja, ik denk goed. Gelijk de eerste wedstrijd die ik speelde tegen Jong Utrecht, dacht ik gelijk een assist. Dus toen kwam ik gelijk een beetje goed in, dus dat was fijn. Veel vertrouwen gekregen van de trainer ook. En uiteindelijk betaalt zich dat denk ik wel uit met het spel dat ik speel. Ik ben dan zelf natuurlijk altijd kritisch wat er nou allemaal beter moet. Maar ik denk dat ik op de goede weg ben en dat ik mezelf goed aan het ontwikkelen ben hier. En om uiteindelijk sterker terug te komen. Ja, je had het al over je eigen ontwikkeling, daar hebben we het net even kort over gehad. Maar je hebt het net ook over de rol die je nu pakt in het elftal. Kan jij bijvoorbeeld wat vertellen over de rol die jij nu hebt? Ja, het is natuurlijk anders dan bij Vitesse. Bij Vitesse was je toch een jonkie, echt een jonge jongen. Zo werd je ook een beetje gezien omdat je vanuit de jeugd doorkwam. En ik denk, als je bij een nieuwe club komt, kijken ze meestal gelijk naar, oh, doe dat goed, doe dat goed. Dus kom je al beter tot je recht en heb je al snel een andere rol, denk ik. Ik denk dat die rol in het team, ik kan niet zeggen welke rol ik heb of dat ik... Weet ik veel gang maken ben. Dat ben ik helemaal niet. Maar ik doe gewoon mijn ding en ik voetbal goed. En ik denk dat mensen dat wel opvalt. En wat voor speler ben je dan? Als je bijvoorbeeld laten we het niet hebben over een rol, maar wat voor een speler ben je nu geworden bij VVV? Nou, gewoon dezelfde speler die ik altijd was. Ik denk dat het nu meer tot z'n recht komt omdat ik minuten maak en steeds consistent blijf spelen. En ik denk dat het heel belangrijk is als jonge jongen dat je veel minuten maakt en jezelf zo door kan ontwikkelen. In plaats van erin eruit, invallen daar. Dus ja, ik denk dat het goed is. Heb je voor jouw gevoel dan ook de meeste stappen gezet in consistent zijn? Ja, en ik denk, ik ben een speler die veel meters maakt. Meters in het veld. Dus ik loop veel en zo creëer je meer inhoud, waardoor je dingen langer vol kan houden. En ik denk dat trainer hamert daar heel erg op. Je moet dingen volhouden. Ik denk dat het wel goed voor me is, omdat ik zo uiteindelijk mezelf zo ontwikkel dat ik niet een half uur kan of 3 kwartier, maar juist 9 minuten lang vol kan houden op hetzelfde niveau. En dat is belangrijk. Nou, je had het net ook al over de trainer en het vertrouwen dat hij jou geeft. Ik zag het net op de training ook al even. Wat voor een band heb je bijvoorbeeld met Rick Kruijs? Ja, hij is natuurlijk ook middenvelder geweest, dus dat is wel fijn. We praten daar regelmatig over. Ik denk, toen ik binnenkwam zeg maar, bij VVV was het gelijk vertrouwen. Dat vond ik wel fijn. Voor de rest, ik denk gewoon een goede band die je gewoon met de trainer hebt. En ik vind het fijn dat die gewoon duidelijk is naar alle spelers toe en ook naar mij. En, Je
Je zegt het net zelf ook al, hij heeft op dezelfde positie gespeeld als jij. Kan je dan ook veel van hem leren? Ja, even een redelijke trap. Dus ja, daar kan ik zeker wat van leren. Ja, je bent momenteel een van de meest ervaren jongelingen in de KKD. Met ja. Eredivisie-ervaring en ja, ook Europese ervaring. Voel je dat zelf ook zo? Of zie je dat, denk je daar helemaal niet aan en interesseert dat niet zoveel? Nee, eigenlijk, ja, nee, eigenlijk niet. Het is gewoon, ik voetbal, ik doe gewoon mijn ding. En ja, natuurlijk heb je wat ervaring. En alleen ja, het blijft gewoon blijft voetbal. Dus kan altijd wat geks gebeuren. Dus ja. Ja, ik denk er niet echt zo over na eigenlijk. Ja. Het is gewoon, ik heb die minuten gemaakt eerst, maar eigenlijk kijkt niemand in het voetbal wat je voor hebt gedaan. Meer wat je nu doet en wat je nu presteert. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Ja, je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Precies. Maar die laatste wedstrijden voor jou waren dus ja, waren goed. Maar wat is bijvoorbeeld dan een van je mooiste momenten tot nu toe bij VVV? Als je er eentje moet kiezen? Als je er eentje moet kiezen? Zo, ik denk de assist die ik gaf op Braken tegen Jong PSV. Vond ik zelf een hele mooie, omdat ik hem, ja, ik hoorde hem in mijn rug, ik zag hem niet. Ik heb het beeld heel vaak teruggekeken en dacht ik van nou, best wel een mooie paas eigenlijk. En ik denk de laatste goal tegen Den Bosch was wel een redelijk goal. Is aardig gespeeld dit van VVV en de schietkans is er, het doelpunt is er. Daan Huisman. In het kruisinkje, hè? Ja. En laten we het even hebben over Vitesse. Hou je ja, de club uit Arnhem nog wel in de gaten? Ja, zeker. Ja. Ik kom eigenlijk bijna elke thuiswedstrijd kom ik kijken. En ja, ze winnen natuurlijk juichen als score. Maar nee, ik hou het zeker in de gaten. En ja, ook met de jongens nog steeds contact. En, ja. Met wie heb je het meeste contact? Nou, gewoon met groepje, Million, Enzo, Reiziger, ja, Hayek laatst en voor de rest. Ja, een beetje jonge jongens. Dus je houdt ze gewoon nog wel in de gaten. Ja, maar je spreekt ze niet dagelijks of spreek je ze nog dagelijks? Nee, niet dagelijks, maar ik denk dat dat ook normaal is. Gewoon als je, ik doe hier mijn dingen, zij daar. En voor de rest, ja, je houdt een beetje contact. En uiteindelijk volgend jaar kom je weer, volgens mij, ja, als er niks geks gebeurt, kom je bij en wijzen. Als jij, nou, als jij daar komt kijken, dan moet zij ook een keer hier naartoe komen natuurlijk. Ja, is wel fijn, maar ja. Nou ja, de laatste tot slot. Waar wil je, ja, wat is je doel voor de tweede seizoen zelf? Waar wil je nog stappen inzetten? Ik denk in de duels, dus de kleine duels die op het middenveld komen, om die zo hard mogelijk in te gaan, waardoor we ballen gaan winnen. Het volhouden van wat ik op het begin van de wedstrijd doe, tot en met dat 90 minuten lang volhouden. En ik denk ja, de duels. Ik denk dat er nog wel een paar dingen zijn waar ik mee kan verbeteren. En hoe ga je dat doen? Ja, dat is een goeie. Ik denk, duels is puur om te doen. Het is gewoon in de wedstrijden het moment herkennen en dat ook uitvoeren. Ja, anders word ik op mijn klote gezeten voor de trainen. Maar ja, voor de rest gewoon zo door blijven gaan waar ik ben geëindigd. En dan denk ik dat ik een mooi tweede seizoen zelf tegemoet kan gaan. Ja, het is nog een lang seizoen, dus heel veel succes. Dankjewel. Ja. Okay, dankjewel. Top.